Hey, abonneer vooral en doe een blauw duimpje omhoog als je de video leuk vond. En doe vooral fijne dag verder. Oké, jongens, weer even voordat deze video begint. We hebben weer een nieuwe giveaway samen met Kingwing. Ik zal het even laten zien als je hier op mijn vorige video, op welke video dan ook klikt. En naar de beschrijving gaat en op dit linkje hier drukt. Kingu.in/DaniVisser. Kom je op mijn pagina terecht. En als je dan naar onder scrolt, hebben we dus een speciale paas giveaway. Precies hetzelfde als de vorige. Je hebt 13 dagen nog. Het is dus voor Pasen. En wat kan je winnen? Weer 2 games naar keuze. Up to €50. Dus hoe wil je meedoen? 8 verschillende manieren om mee te kunnen doen. Nou, dat moet je zelf even uitchecken. Dus heb je nou een game? Of wil je nou nog een game winnen? Doe dan even mee. En ik zou zeggen, veel plezier met de video. Oké, jongens, het is zover. We hebben toegang gekregen tot de Eredivisie-accounts. Ik heb letterlijk 1 minuut geleden mijn Eredivisie-account gekregen. Waar alle spelers van het spel op staan. Dus noem maar op, 15 miljoen coins. Ronaldo staat erop. Normaal is die niet op de markt, dus hartstikke vet. We kunnen hem eindelijk gaan testen. 30 maart start de Eredivisie natuurlijk. En ik heb er heel veel zin in. En ik heb er ook vertrouwen in, wat natuurlijk heel belangrijk is. Maar vind je deze video nou vet? Drop even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Zet je notificaties aan. Op naar die 100k. Laten we gewoon van start gaan. We zijn hier in-game aangekomen bij allemaal lege vlakken. Maar ja, als ik naar keepers ga, ik zal het even laten zien. Letterlijk elke keeper zit in de game. Dus wil je Team of the Year Neuer? Kies Team of the Year Neuer. Wil je Hyashin 95 moments? Kies hem. Ik moet even nadenken wie ik ga kiezen. Want ik zit te twijfelen. Misschien kan ik voor Van der Sar gaan. Maar die zou ik dan even moeten gaan testen. Want normaal heb ik Team of the Year Neuer in mijn eigen team. Maar ik weet dus niet per se wie beter is. Want keeper boeit nooit zoveel naar mijn mening. Maar dit jaar vind ik ze toch een stukje belangrijker dan normaal. En dan rechtsback is ook gelijk best wel een lastige. Omdat je Trent hebt. Je hebt Carlos Alberto. En volgens mij heeft Alberto niet eens per se slechtere stats dan Trent. Want de pace is Alberto ietsjes beter. Dribbling Arnold, shooting Arnold, defending hetzelfde. Pasen wel echt Arnold. En physical is Alberto weer beter. Ik zal even kijken hoe lang ze allebei zijn. 5-11 en 5-11. Dus dat boeit ook niet. Ja, dit is wel heel moeilijk eigenlijk. Deze al meteen. Ik, long passing 67. Oké, ik ga voor nu even Trent neerzetten. Want ik denk dat die wel heel goed is. En daarnaast een hele simpele oplossing. Namelijk onze grote vriend Virgil van Dijk. 85 pace, dat valt me eigenlijk nog best wel mee. Maar ja, die linkt wel lekker met Alexander Arnold natuurlijk. En dan door naar de andere centerback. En dat is ook een moeilijke. Want je hebt natuurlijk Maldini die... denk ik wel heel goed is. Maar eigenlijk denk ik dat ik deze jongen op centerback ga spelen. Waarom? Ik heb het gevoel dat hij een hele zieke centerback is. 89 pace, 87 dribbling, 92 defending, 93 physical. Waarschijnlijk, net als vorig jaar, is deze gast de beste centerback in de game. Dat denk ik. Maar daar gaan we vanzelf achterkomen. Linksback. Nu ben ik even aan het nadenken. We hebben natuurlijk Team of the Year Davies, weet je, die spelen we ook natuurlijk. Want dat is gewoon een hele zieke kaart. Dan hebben we de CDM's. En deze vind ik eigenlijk helemaal niet moeilijk. Want waar staat die? Ik ga natuurlijk als eerst op zoek naar Ruud Gullit, 94. De Moments kaart. Als ik die ergens kan vinden, dat zou in ieder geval redelijk fijn zijn. Kijk, hier staat die. Straks ga ik alle posities toevoegen, jongens. Dus dat komt helemaal goed. Maar ja, Gullit, CDM. En daarnaast wil ik... ik ga een heel aanvallend middenveld spelen namelijk. Ga ik voor Team of the Year Bruno. En waarom? Ik heb het idee dat Bruno ook echt gruwelijk is. En dan heb ik nog 4 spelers over. En dat zijn de 4 aanvallers. En nu denk je, Dani... wie ga je hier kiezen? Ik denk dat jullie het al een beetje kunnen raden. Misschien dat het nog een beetje verschilt bij sommige mensen. Dat de ene voor Ronaldinho gaat en noem maar op. Ik ga het lekker simpel nemen. Ik ga beginnen met onze grote vriend. De hoogste rated pop uit het hele spel. Namelijk Pelé. Pelé is 99 rated. En naar mijn mening... naar mijn mening, dat weet ik helemaal niet. Want ik heb hem nog niet gebruikt. Maar hij moet wel heel goed zijn. Dan ga ik voor dit spelertje hier... en dan ga ik zo ook mijn in-game team laten zien. Dat is niemand minder dan Cristiano Ronaldo, Team of the Year. Ook een niet normale speler natuurlijk. Misschien krijgt hij een fut birthday. Dan ga ik die misschien wel spelen. Want ik wil hem in de spits spelen. En om dan 5 zijn weak foot te hebben. Is best wel handig.
Maar er is een team of er is een Fud Birthday team geleakt. En die vond ik niet. Dat was geen super team. Dus ja, die komen sowieso niet in dit team dan. Ronaldo Lima, 97. Die gaat lekker in de spits. Dus samen met Cristiano. En dan hebben we nog één poppetje nodig. En dat is niemand minder dan Kylian. Waar staat hij? Kylian Mbappé. En die gaat op links of rechts mid spelen. Dit is het team waar ik mee ga spelen in de E-divisie. En nu denk je, Dani, misschien denk je wel helemaal niks. En heb je nog verbeteringen? Als je nou denkt van, Dani, Vieira is niet goed op centerback. Zet gewoon Maldini neer. Of haal Team of the Year Bruno weg. Zet Vieira naar het middenveld en dan Maldini. Of heb je nog een aanvaller die beter is dan bijvoorbeeld Mbappé? Laat het me vooral weten wat jij denkt in de comments. Wie ik moet gaan testen. Want ik kan hier natuurlijk ook video's over maken. En dan kan ik potjes spelen tegen andere E-divisie spelers. Als jullie dat nou leuk vinden, laat het dan even weten. En dan hebben we natuurlijk nog een bank over. Daarna ga ik even naar mijn in-game team. Maar ik vind dit persoonlijk best wel lastig. Ik ga wel Zidane op de bank zetten. Gewoon als super sub voor op het middenveld. Want hij lijkt me ook best wel een hele goede middenvelder. Maar volgens mij hebben Gullit en Bruno allebei 99 stamina. Of misschien Gullit niet, maar daar kunnen we straks even naar kijken. Voor de rest, ja, Ronaldinho, natuurlijk. Ik zag nog iemand, jongens, die er wel echt op de bank moet. En dat is dus Johan Cruijff. Ik denk dat de meeste van jullie dat ook wel naar je scherm zaten te schreeuwen net. Cruijff moet op de bank, Cruijff moments. Hij is ongeveer 11 miljoen coins, volgens mij normaal gesproken. Mij lijkt het een heel ziek kaartje. Ze hebben hem gewoon een downgrade gekregen ten opzichte van vorig jaar. Dikke disrespect naar Cruijff. Maar ja, als hij nou 96 pace of zo had, dan was het wel gelijk een stuk zieker geweest. Dat heeft hij helaas niet. Maar hij blijft gewoon heel goed. Maldini wil ik ook op de bank. Stel je voor, je krijgt een rode kaart. Dan kan die altijd op de bank. En nu zit ik even te twijfelen wie ik nog meer op de bank wil. Want afgelopen seizoen had ik Roberto Carlos bijvoorbeeld op de bank. Maar ik ga even scrollen tussen deze kaartjes. Misschien zien we nog een leuke speler. 3 days later. Kimi lijkt me wel een hele goede middenvelder om in te wisselen. Als je nou denkt van Dani, Matheus is beter, laat dat ook even weten. Want ik ben wel benieuwd wat jullie daarover vinden. Wie er dus beter is. Maar dit is dus de bank met ook deze kaartjes. Zidane is normaal 10 miljoen coins. Cruijff is 11 miljoen. Ronaldinho is 11 miljoen. Maldini is 7 miljoen. En noem maar op. Pelé niet op de markt, Ronaldo Lima niet op de markt, Gullit niet op de markt. Vieira is rond de 6,5 miljoen op de Xbox. Dus al met al is dit een niet normaal goed team natuurlijk. Maar dan moeten wij het ook nog in-game neerzetten. En ik ga even formatie veranderen, want dan kan ik het gewoon het makkelijkste laten zien. Ik ga 4v2 spelen in de E-divisie met alles op één lijn. En dan ga ik samen met Ronaldo in de spits zetten. En dan ga ik Mbappé op de rechter mid zetten, denk ik. En Pelé op de links mid. Of ik wissel ze om, maar dat boeit denk ik niet zoveel. Dan ga ik Bruno rechter center mid spelen. En Gullit linker center mid. En dan is dit mijn team in de E-divisie voor tweede seizoen zelf. Ja, dit team jongens. Ik heb gewoon zin om hiermee te spelen. Natuurlijk, die aanvallen zijn veel zieker dan wat je normaal gebruikt. Ik heb zelf, nu moet ik even nog goed gaan nadenken. Ik heb zelf Inform Ronaldo 95 plus... En Mbappé Team of the Year in de spits op mijn eigen account. Dus dat is gewoon heel goed al. Maar ja, om dan nog Pelé 99, Ronaldo Lima 97, Team of the Year Ronaldo erbij te hebben. Dat is niet normaal. En deze twee jongens op center mid. Geloof me jongens, die center mid positie is heel belangrijk. Maar, nogmaals, doe even dat blauwe duimpje omhoog. Laat even weten in de comments wat je van dit team vindt. Ik ben namelijk heel benieuwd. Zet je notificaties dus aan, want dan mis jij helemaal niks. Jongens, we zijn echt op weg naar die 100k. Dus dat zou gewoon top zijn als we dat binnenkort een keer kunnen halen. Maar het heeft geen spoed natuurlijk. Jongens, doe wat ik net zei. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat ik jou bij de volgende video terugzie. Later.